Goedemorgen Nederland, voorheen Vandaag de Dag, was het programma waarin Eva Jinek vlieguren maakte als presentatrice. Ze is dan ook een groot voorbeeld voor al die dames die er nu zitten, die willen ook wel het halve jaar op een strandmat liggen en voor de andere helft 1,2 miljoen euro opstrijken. Een van die dames is Maike Timmerman. Voordat ze kinderen kreeg, vertrok ze vijf ochtenden per week om half vier naar de redactie van Goedemorgen Nederland. Toen Tom werd geboren, ging ik drie dagen werken en zat ik ineens een hele middag met andere mensen op een strand of in de speeltuin. Vertelt het tv-talent is nu toch weer fulltime gaan werken, omdat ze de kans kreeg om iets op de radio te gaan doen. Ik ben opgegroeid met twee oudere broers, misschien komt daar die bewijsdrang vandaan. Maar het is altijd op voorwaarde dat ik de kinderen voldoende. Dat is als moeder nog wel eens een struggle, al dus Maike. Een keer werd ik na de ochtenduitzending gevraagd of ik s'avonds kon invallen bij Op 1. Ook een kans die ik moest pakken. De consequentie was dat ik zowel s ochtends als s'avonds de kinderen niet zag en een dag later volledige geradbraakt roos verjaardagstractatie. Daar heeft Maike, die twee jaar geleden werd gebasht door Koen Zwijnenberg, geen zin meer in. Eenmalig kan dat prima, maar nooit structureel. Ik wil met mijn kinderen ontbijten of voor het slapen gaan pluk van de Petterflet. Mike blijft hopen op een Eva Jinek-achtige carrière. Natuurlijk is mijn gezin het allerbelangrijkst, maar mijn ambities zijn onverminderd. Na mijn verlof stond ik te trappelen om weer te beginnen. Elke avond dat Martin thuis kwam van zijn werk, hoorde ik mezelf opnieuw vertellen over Toms enorme poepluier, zijn slaapje, zijn vlek. Logisch, dat was op dat moment mijn leven, maar dat zijn toch geen verhalen. Ik ben meer dan alleen een moeder en wil dat ook zijn. Die eerste werkochtend zat ik om drie uur echt zingend in de auto. Yes, ik.